Ja, om toch even terug te komen op dat verhaal, want dit is echt wat jij hebt meegemaakt toen na jouw deelname of tijdens jouw deelname van Eurosong for Kids, hè? Ja, dat is juist. Ja. Toch, Eurosong for Kids zou je zeggen, moet toch een leuke ervaring geweest zijn? Dat was ook zo. Dat was een hele leuke ervaring om te doen. En toen ik denk dat ik toen 14 jaar was, ik was er nog niet van bewust. We zien jou hier kleding uitkiezen bijvoorbeeld, hè? Oh ja, dat filmpje. Ja. Dat staat inderdaad nog op YouTube. Ja, ja, absoluut. Ik heb al veel reactie gehad van mensen die dat nog eens bekeken hebben. Ja. Nee, ja, op zichzelf is dat een hele leuke ervaring. En we werden ook heel goed begeleid door een psycholoog en zo. En dat was fantastisch om te doen. Maar je voelt wel dat er op school achteraf reactie op komt. Maar waarom dan? Want je hebt het goed gedaan. Het was een leuk liedje. Ja, maar bij jeugd is dat niet echt zo. Er komt heel vaak reactie, maar dan negatieve reactie van jongens en zo. Die, ja, van het moment dat je gaat dansen of zingen, dan zet je al geen gewone jongen niet meer. Hè. Nee, oké. Okay. En dat is, ja, wat er is gebeurd. Heb jij dat dan ook bijvoorbeeld? Jij danst en je zingt ook. Ken je dat? Ja, ik ken dat wel. Maar hoe ouder je wordt, hoe minder je dat aantrekt natuurlijk. Maar dat is zeker waar. Ik was ook zo jong. Ik danste toen nog niet. Maar inderdaad, zingen is niet echt voor 15, alleen voor pubers is niet echt heel hip. Die gaan altijd shotten. En dat is, ik heb dat ook nooit gedaan. Ik heb ook altijd muziek gedaan. En, ja. Dus ik herken dat wel heel erg. Maar hoe ouder je wordt, en dat zult jij nu ook wel hebben, is dat je met gelijkgestemde of gelijkgezinde mensen die allemaal hetzelfde. En dan voelt je pas eindelijk thuis. Want ja. Ik voelde mij ook pas thuis toen ik op het conservatorium zat en eindelijk met allemaal mensen. Ja, voilà, dat is bij mij hetzelfde. Het is gestopt. Begint zesde middelbaar, dus dan worden de mensen volwassener en dan tonen ze toch op een bepaalde manier respect voor jou. Ja. Als we dan toch even teruggaan naar 2006, al die jaren terug, toen heb je heel veel steun gehad van je klastitularis. Ja. Ja, toch. Is dat belangrijk dan, dat kinderen die gepest worden, dat ze hulp zoeken en het niet voor zichzelf houden? Ja, zeker en vast. Je moet daarom niet iets gaan doen tegen de pesters, want dat kan soms een negatieve reactie uitlokken dan dat het al is. Heb je dat gedaan bijvoorbeeld, dingen teruggedaan? In het begin kon ik wel eens stevig uit de hoek komen, zo, toen dat eerst gebeurde. Maar na een tijd heb ik het gewoon over mij laten komen en heb ik het proberen te negeren of het gewoon een beetje weggelachen. Ja, ik zat er wel mee, maar die pesters, ik wou niet laten zien dat ik er aandacht ook aan gaf, dat ik er echt onder leed. En hoe ver ging dat pesten dan? Was dat gewoon met woorden? Dat waren vooral die denigrerende woorden, dat uitlachen, dat eigenlijk heel lang aanhield. Ja. Dus het werd nooit fysiek pesten, maar altijd zo die kleine steken, dat geroddel eigenlijk heel de tijd, dat over heel de school ging, dat de druppel is geweest. Maar je neemt dat wel mee naar huis natuurlijk. Je neemt dat mee naar huis, tuurlijk. En praat je dat dan over met je ouders of had je dat misschien moeten doen? Goh, ik had dat misschien moeten doen, maar ik heb het nooit gedaan. Ik denk dat mijn ouders wel af en toe vermoeden hadden als ik zo slecht gezind thuis kwam. Ja. Maar toen ze het filmpje zagen, waren ze dubbel geschokt. Ja? Ja, toch wel. En dat filmpje dateert van november, dus het is wel... Dus zij wisten eigenlijk toen niet, in 2006 of in de jaren daarna, wat er door je hoofd omging? Juist, ja. Heb je daar spijt van dat je het niet verteld hebt? Of hebben zij daar spijt van dat ze... Ik denk dat zij wel een beetje schuldgevoel hebben. Van, konden we er toch niks aan doen? Of waarom heb je dat niet tegen ons gezegd? Maar ik had er geen behoefte aan om het zo... Ja. Ik vond dat beschamend eigenlijk, omdat iedereen verwacht dat als je acteur bent en zingt en je bent een beetje populair in België, dan verwacht iedereen dat je succes hebt, maar dat is niet zo. Nee. En ik wou dat niet laten zien. Nu, 3 jaar later, is dat gemakkelijker, want ik ben er vanaf en ik ben blij waar ik nu sta. En ik kan er gemakkelijk over praten, ik vind het niet erg nu. Ja, want jij komt er gewoon vooruit nu. Nu kan ik er vooruit komen, ja. Is dat bewust gedaan? Bewust? Eigenlijk niet. Het was oorspronkelijk puur voor het school bedoeld. En toen ik het aan het draaien was, begin november, had ik zoiets van, ik ga het niet verspreiden. Ik ga het voor mijn eigen halen, want het is beschamend. Het is niet leuk om dat te delen met de wereld. Maar dan heeft iemand mij gezegd van, zou je het toch niet op Facebook zetten? Want dat kan misschien wel een reactie teweeg brengen. En ik heb dat met een bang hartje toch gedaan. En ik kreeg de eerste 5 minuten niks van reactie. Ik dacht van, shit, iedereen lacht me zo hard uit nu. En dan in één keer een eerste reactie, tweede reactie, derde reactie. Het werd plots gedeeld door Eva Daleman en Peter van der Veire. Ja, en toen de ene interview naar de andere. En nu zit hij hier. En nu zit ik hier. Van die pesters, zitten die bij je op Facebook? Wel, er zijn de echte pesters, dus de zware pesters, die, daar heb ik niks meer van gehoord. Die heb ik ook niet op Facebook. Maar er zijn zo'n paar mensen die toen hebben meegelopen. Ja. En die hebben hun excuses toch aangeboden. Ja. Ja. En wat zeggen ze dan zo?
Is dat expliciet van... Goh, die zeggen dan, ja, ik heb net die filmpje gezien en chapeau, echt waar, respect dat je dat durft doen. En ja, dat was nooit zo erg bedoeld en Nicola, dat was gewoon een beetje uitlachen en ja, dat was groepsdruk en ja, dus, want dat hoor je wel vaker, hè, dat er twee sterke personen bijvoorbeeld in de klas zijn die dan de rest met zich meesleuren. Ja, ja. En dat was bij jou in jouw geval ook dan? Dat was in mijn geval ja, toch wel zo, ja. Mm-hmm. Het begint allemaal bij één iemand en dan op den duur heb je heel de klas mee. Ja. Heb je tips naar mensen toe of naar de ouders toe die nu aan het kijken zijn wat volgens jou de goede procedure is om de goede methode is om dat aan te pakken? Ik weet niet of er echt een perfecte methode is om het te doen stoppen. Maar ik denk wel dat je er als kind of als jongere er met iemand over moet praten. Ja, en dan samen moet zien welke stap je kan ondernemen eigenlijk. Ja. Als we dan eventjes naar jouw heden gaan, hè, want jij speelt in Galaxy Park mee. Ja. Dat wordt gespeeld op Catnet natuurlijk. Ja. Catnet is nu ook met een actie gestart tegen pesten. En daar kan jij er wel alles over vertellen, want jouw vriendin doet daaraan mee. Ja. Mijn vriendin is Charlotte, zij is Catnet Rapster. Ja. En zij is samen met Brahim het gezicht van de move tegen pesten. Ja. Die gaat donderdag volgens mij... Of is dat dinsdag? Donderdag de 16e. Ja. Kijk, en dit is de clip. Ziet er allemaal heel leuk uit. Ik weet niet of we een stukje kunnen luisteren. Pesten is laag, pesten is flauw. Ik vraag me af wat er scheelt met jou. Pesten is stom, mega debiel. Kun je me zeggen wat er jou bezielt? Pesten is fout, wat is het? Samen is veel leuker dan alleen. Hier is er een plaats voor iedereen. Samen zijn we chill, een klein verschil. Dat maakt niks uit, want wij sluiten niemand uit. En ze kunnen al het volle borst meezingen. Ja. Ik heb het al een paar keer gehoord ook. Ja. Heb je dit gemist vroeger, dat er zo'n dingen gedaan werden door de zenders die toch invloed hebben op kinderen? Eigenlijk wel. Ja? Ik verschiet ervan hoeveel dat er nu wordt gedaan en hoeveel jongeren ook, vrienden van mij op Facebook, die er allemaal tegen zijn en zo. Dus dat was, ja, daar was in 2006 denk ik geen sprake van. Nee. Dus het is een goede zaak, hè? Ja, ik ben er ook trots op dat ze dat doet. Want, en ik merk ook dat het werkt, want ze zegt me dan hoeveel aanmeldingen er zijn van scholen die mee willen doen aan die actie. En dat is gigantisch. Dat, ja. En als je hem op YouTube opzoekt, ik geloof dat ik weet niet hoeveel 100.000 hits heeft gehad. Honderdduizenden hits, en dat is alleen maar goed. Dat is een goed teken. Dus het is goed dat kinderen nu eindelijk gaan beseffen van pesten is fout, pesten is slecht, dus niet doen. Want je kan er echt levens mee kapot maken ook, hè? Dat is waar. Ik heb nu het geluk gehad dat ik ook nog andere dingen erbuiten deed waar ik me eigenlijk aan kon optrekken. Ja. Maar ja, er zijn andere mensen die dat niet hebben. En ja, wat moet je dan doen? Snap je? Dat is ook waar. Het is compleet fout, hè? Ja.